kunnen we weer gewoon met denk maar 3 wagens op en neer crossen. Ja, dat denk ik wel. Om een van 3 keer op de kuil. Ja, doe ik tussendoor wel een extra moeite mee. Ik weet wel, ik doe even gewicht voorop. Waar wat meer over de beeld heen, Ka. Ja, hij is best licht voor. Hij begint dan te schuiven. Oké. Nou, ik heb in ieder geval de hakslaar in positie. Dus dat is een kwestie van rijden met het zooitje. Ja. Yeah. Ja, maar het is ook alweer bijna tijd om te gaan slapen. Ja, ik kan nog even een vrachtje doen voor het echt donker is. Ja, dat kan natuurlijk, hè, dat. Dan pik ik ook even mijn gewichtje erbij. Ga ik het morgen wel afmaken met het rijden. Als we klaar zijn. Jouw gewichtje staat hier ook nog onder, hè? Ja, dat zie ik. Ik heb hem ook in kleur laten spuiten. Jou ziet er een beetje uit, maar ben je rondom niet. Nee. Dan moet gewoon mooi zwart zijn. Natuurlijk. Dan is het ook een kleur eigenlijk. Ja. Nou, ik pak gewoon weer het Joskinnetje. Vind ik wel een fijn trekkertje hierachter. Kiepetje. Ja hoor. Ga net zo goed. Dus jij maakt van de week af een zwaaien. Ja, als we klaar zijn met denk je gauw genoeg, ja. Als je niet alles op dempeppers aan. Vriend, ik had je wel pronkeren. Maar dat is gewoon lekker schoon. Hallo. Wat kan ik doen? We gaan mais rijden. Veld 2. Op de kuil. Oké. En dan inkuilen, kuilvlak maken, een beetje met die trekker heen en weer, shovel rijden, haksla rijden, alles moet een beetje tussendoor gebeuren. En je mag ook met die trekker op en neer rijden. Maar ik maak de vol, maar... Ja. Oei. Ik ben al nieuwe volgers heel pittig. Ja, dan ga ik door, hè. Nou, de opname draait weer, dus laten we het maaien. Even de cruise control nog instellen. Maar is het nog hetzelfde? Ja, die zal weer eens een keer wat anders gebruikt, denk ik. Maar niet bij mij, zie je nog op 10. Nou, zal ik maar beneden blijven dan? Ja, als iedereen al onderweg is, dan moet het wel. Ja, iedereen is al weg, geef niet. Oké. Ah, dan wisselen we straks een paar keer van voertuig, joh. Je had al die vrachtwagen op zijn kant gegooid. Wie, wat, waar? Ja, ik zag dat die vrachtwagen op de kant was gegooid. Waar zag je dat? Doe maar op. Ah ja, ik ook. Dus ik heb hem rechts gedaan. Gisteren. Ja, maar Iggy lag je op zijn kant. Niet gezien. Nee. Jij praat zonder oortjes. Ik? Ja. Met? Ja, dat hoor ik. Jij buiten aan het spelen. Ik niet. Oh, dat is zo waard. Een blaasje tegen de microfoon. Nou, hebben we het eerste vraagje. En de tweede komt eraan. Oké. Hoe kan dat nou dat ik hem niet uit kan klappen? Weet ik niet. Nou, ik ook al. Ik kan je gewoon af... En ik kom er...
zal wel. Wat kan je niet uitklappen? Nou, die die bak aan de voorkant. Oh. Die schuif. Die schuif. Die kreeg ik ook al niet. Ik had gewoon niet afgepikt en ik had gewoon met die walls gedaan. Ik ben daar. Moet ik eens even kijken welk knopje er vast zit. Dat is niet goed, niet? Ik heb hier lek niet meer. Ik ben een feature. Nou, ik kan in ieder geval niet ik kan ook niet uitklappen, maar goed, dat geeft niet. Pak jij een rondje mee, dan Ja, is goed zo. Doe ik even een rondje rollen met dat ding. Hoe kun je best rijden? In de streetrandje? Of in de boerderij? Langs de boerderij gewoon. Ja. En dan bij de industrietrein eraf. Dat deed jij niet. Nee, dat klopt. hij stond de andere kant op. EP, kom je even testen. Ja, je mag wel. Oh nee, dat gaat al. Ik wou zeggen, je mag een duwtje geven, maar. Man. Moet die dingen afpikken die je schuift. Ja, er zou misschien wel een gewichtje aan vast moeten dan. En dan die schuif weg en hoe dan hoe dingen, hoe wals vooraan pikken. Ja. Of achteraan terug uitrijden. Dat is echt zo'n ding zijn echt niks waard anders. Ik heb het ook wel eens gedaan met twee van die rollen, dat ging ook wel. Dat ging echt, dat ging wel goed, ja. Oh, hurt hem brul. Oh. Even kijken of het hier van achter wel wil uitschuiven dan. Of uitklappen. Misschien heeft die vurgen niet hydrauliek. Ik moet hem echt met de hand uitdouwen. Je wil niet. Nou, laat maar even aan de kant liggen dan. Eén ding. Je ziet links, rechts of het mint? Doe maar rechts of links, één van de twee. Dat is altijd hetzelfde voor mij. En als ze zo ik hoor mijn tijd niet meer. Niet te dicht langs de kant van de stuif vast. Zeg maar Thijs wel iets tegen jullie. Ja. Hallo, ik versta hem echt niet. Ik hoor niks. Wij horen hem wel. Ja. Dus we moeten bij jou even kijken hoe het zit. Oh, dit zit vast. Moet je laden stoppen, lossen moet je dan stoppen, anders krijg je een hele hoop te liggen. Ja, sorry. Dat geeft niks. Dit ligt vast, ik weet niet waar. Als een stomme noek. Nou, verkeer, wie zet er daar nu een stomme noek? Allee jong, heb je dat nu al gezien? Zo'n stomme noek. Ja, ik wou zeggen, dat duw ik even. Ja, je mag hem ook gerust iets, de volgende keer iets meer vanaf de zijkant. Zijn nou helemaal vast, zeg, midden op de bult. Ik sta vanaf de andere kant, anders een duwtje. Oh, dat haalt hij al. Nee, nog niet. Ja, ja, nog een keer. Precies, gewoon doorrijden met die zooi. Is... Zo'n stomme trekker, ik kan niet rijden maar kies. Nou. Dan hoor je hem aan de kant. Kom hier af, Lisa. Tien dag. Stomme trekker. Oh. Ik kan echt niet rijden in die hoofd. Alle beginnen is moeilijk.